Gordon, 55, is opnieuw op de voorgrond getreden met frisse muzikale klanken. Echter, het is niet alleen zijn nieuwe muziek die de gemoederen bezighoudt. De zanger wordt momenteel stevig bekritiseerd vanwege zijn opvallende kapsel. En om het commentaar op zijn wilderige lokken het hoofd te bieden, heeft Gordon enkele drastische veranderingen laten aanbrengen. Na alle ophef over mijn haar. Gordon heeft bij zijn muzikale comeback afscheid genomen van zijn kenmerkende krullen. Hij stapt nu de wereld in met een gladgestrekte koep. Wat aanzienlijke discussies veroorzaakt. Na alle ophef over mijn haar. Oké, okay, ik heb mijn krullen weer terug, onthult Gordon in een Instagram-video. De beelden tonen haarkrullers in het haar van de zanger, maar of hij daadwerkelijk zijn krullenpracht omarmt, blijft enigszins mysterieus. Niet alleen zijn kapsel staat ter discussie, ook zijn muzikale vaardigheden ontkomen niet aan kritiek. Volgens kenners en liefhebbers van muziek schijnt de zanger niet langer de juiste noten te raken. De combinatie van een opvallende haartransformatie en de muzikale terugkeer van Gordon lijkt een breed scala aan reacties op te roepen. Fans en critici laten zich horen, waarbij niet alleen het fysieke voorkomen van de artiest, maar ook zijn artistieke kunnen onder de loep wordt genomen. Het lijkt erop dat Gordon's hernieuwde verschijning niet onopgemerkt voorbij gaat, zowel op het gebied van uiterlijk als op muzikaal gebied. Hoe deze controversiële elementen zich verder zullen ontwikkelen, blijft vooralsnog in het ongewisse. Terwijl de discussies voortduren in de wereld van entertainment.